Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen wat stapelwolken boven Nederland in het oosten en in het zuidwesten. En vooral die in het zuidwesten kan een enkele regen- of onweersbui opleveren. Verder is er flink wat ruimte voor de zon. Naast dat er ook wel sluierwolken zijn en de temperatuur in de ochtend al heel snel dik boven de 20 en zelfs in de buurt van de 25 graden. Vanmiddag gaan we er in het oosten ruim overheen dan wordt het zelfs tropisch 30 graden, in het westen 27 tot 29 graden. Een zeer lokale onweersbuien is in het oosten niet uitgesloten. Verder blijft het nog op de meeste plaatsen droog, maar vanavond trekken er van het zuidwesten uit wel stevige regen en onweersbuien over het land. Die buien gaan de warmte naar Duitsland wegdrukken. En dat betekent bijvoorbeeld voor morgen dat het een stuk minder warm is, 21 tot 26 graden. Prima natuurlijk nog. Met in de ochtend nog een paar buien, maar al snel wordt het droog en klaart het langzaamaan op van het westen uit. De wind is matig en waait uit een westelijke richting. Voor vrijdag staat de meest droge dag op het programma, geldt ook voor de zaterdag. En vrijdag is het dan 21 tot 24 graden. Zaterdag kan het in het zuidoosten nog een keer tropisch worden. Dan hebben we zondag een paar buien en dan gaat de temperatuur flink omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.